Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik voor jullie een shoplog van De Kruidvat en De Action. Bij beide heb ik niet zoveel gekocht dat ik vond dat het een volledige shoplog waard was. Dus toen dacht ik combineer de twee gewoon. Jefta ligt op het kleed te spelen, dus die zouden jullie kunnen horen. Dan weet je dat, want die ligt af en toe een beetje te kletsen. Maar laten we gauw gaan beginnen. We gaan beginnen met de producten van De Kruidvat. Zoals jullie kunnen zien, de doos past niet eens helemaal geweldig in beeld. Maar zoals jullie kunnen zien is het een grote doos. Dat betekent niet per se dat ik heel veel heb gekocht. Hij is namelijk zo groot omdat ik onder andere een enorm pak wc-papier heb gekocht. Dit is Kruidvat zacht en sterk, 24 rollen. En dit is 3-laags wc-papier. Ik vind dit heel fijn wc-papier, dus ja, dat. En dan ook waarom de doos zo groot is. Ik heb 4 pakken met luiers gekocht voor Jefta. Ik heb maat 4 gekocht. Hij zit nog niet in maat 4, maar ik heb nog 2 gigantische pakken maat 3 luiers liggen. En hij gaat wel richting 4. Dus ik dacht, laat ik maar gewoon voor maat 4 gaan. Deze waren in de aanbieding, 4 voor, weet ik even niet meer hoeveel. Deze luiers zijn regelmatig in de aanbieding. Op het moment dat deze video online komt, dan zijn deze aanbiedingen niet meer geldig. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin om hier van prijzen bovenin of onderin te zetten. Met de Action spullen ga ik dat wel doen, maar met de Kruidvat spullen dus niet. Dan heb ik van Bolsius 40 vaccinelichtjes gekocht. Ja, het zijn op zich prima vaccinelichtjes. Ik vind die van de Action ook prima, maar ze waren in de aanbieding. Ze waren 1+1 gratis, dus ik dacht, waarom niet? Daar heb ik er dus 2 van, maar er is er al eentje in gebruik. Want deze doos staat hier namelijk al 3 dagen. Dus er zijn al wat dingen uit verdwenen. Dan waren ook mijn low sugar bars weer in de aanbieding. Deze. Ik heb altijd de crunch caramel flavor. Die vind ik het lekkerst. Dat is overigens de enige die ik lekker vind. Maar ik vind dit hele lekkere chocoladerepen. En er zit net even minder calorieën in. Ze zijn niet gezond hoor, dus begrijp me niet verkeerd. Maar er zit net even minder calorieën in bijvoorbeeld een Snicker. En ik wil s'avonds bij de thee altijd iets van een chocolaatje. En dan is dit top. Dan was de Naïef 1+1 gratis. En dan heb ik de Nurturing Cream gekocht. Die heb ik 2 keer. Wat me wel opviel, dit is een kleine tube van 50 ml. Ik weet niet of ik dat nou fout heb gedaan of dat de tubes gewoon kleiner zijn geworden. Maar die heb ik dus 2 keer. Dan was de douche gel van de Kruidvat in de aanbieding. 6 voor 5 euro geloof ik. Deze zijn voor mijn man. Dit is 2-in-1, dus dat is shampoo en douchegel in 1. Deze zijn prima. Ik had altijd Fa, maar ook Fa wordt steeds duurder. En deze vindt mijn man ook prima, dus ik koop deze lekker voortaan. Dit is 500 ml. En 500 ml en dan 6 voor 5 euro, ja, dat is natuurlijk een topdeal. Dus die heb ik gekocht. Dan had ik nog 3 voor 1 euro Witte Reus toiletblokken. Deze. Dan heb ik 1 keer de geurswitch. Frisse bamboe. Deze. Dan heb ik 1 keer Lovely Jasmine. En ik heb 1 keer Spring Rain. Ja. Deze. Ja, die vind ik heel fijn. Ik heb deze eigenlijk altijd. En ik koop ze altijd als ze bij de Kruidvat in de aanbieding zijn. Ik vind deze top. Dan heb ik ook van Naïef, ook 1% gratis dus, de billendoekjes. En dat zijn de Plastic Free Water Wipes. Deze. En dan heb ik 2 keer een 3-pak. Dan heb ik voor mijn dochter de 5+ Kruidvat tandpasta. Dat is deze. En dan heb ik nog laatste kerstcadeautje. Dan kan ik weer niet stoppen. Hè? Dan heb ik al zoveel kerstcadeautjes onder die boom liggen. We hebben Sinterklaas net gehad. Toen hebben die kinderen ook belachelijk veel gehad. Maar dan zie ik toch weer iets leuks. Dus ja, ik heb het toch weer gekocht. Dat is van Playing Kids. En dat is het merk wat bij Kruidvat te koop is. En dan heb ik zo'n houten stapeltoren. Kijk nou hoe ongelooflijk leuk. Er staat op vanaf 12 maanden en hij zal echt nog niet kunnen stapelen. Jefta is nu 6 maanden, dus hij zal het echt nog niet goed kunnen stapelen. Maar het zijn ook gewoon leuke losse ringetjes altijd. Dus ja, die heb ik gekocht. Vond ik heel leuk. Volgens mij was die 6,95, 7,95 en er ging er vervolgens nog 30% vanaf. Omdat al het speelgoed met 30% korting was. Dus dat was een topdeal. Nogmaals trouwens, midden in de video, maar toch, mijn licht is echt niet goed. Dat weet ik, daar ben ik me echt van bewust. Ik ga in het nieuwe jaar investeren in een iets betere ringlight toch maar. Ik heb nu wel zo'n kleine ringlight, maar die doet toch niet helemaal wat het moet zijn.
Dit is het beeld als ik helemaal geen ringlight heb. Dus ja, laat me even weten. Hebben jullie liever dit? Of hebben jullie liever dit? Ik denk dat dit beter is. Maar laat het me maar even weten. Maar ik beloof jullie, in het nieuwe jaar ga ik investeren in een iets betere ringlight. Dan was dit van de Kruidvat. En dan heb ik nog de Action. Om te beginnen heb ik een Dubro ontvetter. De Ultra ontvetter. 100% hygiëne. Mijn ontvetter was op. Normaal gesproken heb ik die van de Vibra. Ja, hoe heet dat ding? Die gele fles. Nou, jullie weten denk ik wel welke ik bedoel. Die vind ik echt top. Maar goed, ik was niet bij de Vibra. Ik was bij de Action. En ik dacht, ja, Dubro is volgens mij ook wel een goed merk. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik Panasonic batterijen. Deze. Dit zijn niet de beste batterijen, maar gewoon voor kleine dingetjes, voor in een klok. Dat soort dingen zijn ze prima. Dus die heb ik meegenomen, want die waren op. Dan heb ik kleine stickertjes. Dat vind ik handig om op mijn borstvoedingbakjes te plakken. Ja, dat. Dan heb ik een nieuwe borstel voor de flessen. Deze. Ja, ook prima, denk ik wel. Het enige wat me wel opviel, er zit hier niet zo'n sponsje op. Ik heb nu die van de Kruidvat en daar zit echt zo'n sponsje aan de bovenkant. Wat ik eigenlijk wel heel prettig vond, dat heeft deze niet. Maar ja, ik ga het gewoon proberen of het wat is en anders haal ik hem alsnog bij de Kruidvat. Dan heb ik voor mezelf een muts gekocht. Zal ik hem eens even opzetten? Eigenlijk moet mijn haar dan even los, maar is het wat? Ja, ik denk wel dat ik hem leuk vind en hij is lekker warm. Dus voor de winter. Dan heb ik nog voor mezelf zo'n shape onderbroek. Een zwarte. Ik heb hem genomen in een maatje M. Ik weet niet zeker of dat goed is. Maar ik hoop het. En die wil ik dan voornamelijk voor wat strakkere jurkjes. Ik heb toch nog wel een beetje een buikje. Daar voel ik me dan toch niet helemaal lekker in. Dus zo eentje. Dan heb ik voor de vogeltjes zo'n pindakaaspotje. We hebben zo'n heel leuk vogelhuisje waar zaadjes in kunnen. En die heeft ook zo'n houdertje voor zo'n pindakaaspotje. Dus die. Ik heb nog een nieuwe drinkfles. Er staat heel leuk drink in het paars op. Ja, verder niet heel interessant, maar ik moet over anderhalve week nu nog weer aan het werk. En dan vind ik het altijd wel fijn om zo'n drinkfles gewoon bij me op de groep te hebben staan. Dus die heb ik gekocht, want mijn oude die was gewoon niet goed meer. Dan heb ik voor mijn dochter handschoenen. Van die soort van ski-achtige handschoenen. Ze heeft nu stoffen, maar die zijn ten eerste eigenlijk gewoon niet zo heel warm. En mocht er nog wel sneeuw gaan vallen, dan is het ook gewoon niet handig, want die worden natuurlijk zeiknat. Dus handschoenen. Dan heb ik voor Jefta een mutsje en ook met handschoenen. Heel handig met zo'n koordje eraan, zodat ze door zijn jas kunnen. Heel leuk, met berenoortjes. Super schattig. Ja, ik vond hem leuk. Dan heb ik voor mezelf nog een pyjama in een maatje L. Vind ik altijd lekker als die net even groter vallen. En ik vind dit gewoon heerlijk. Gewoon zo'n ouderwetse pyjama, als het koud is, lekker. Heel fijn. Dan heb ik nog een tandpasta voor Moja gekocht. Dat is deze van Prodent. En dan de Pokémon uitvoering met Pikachu erop. Deze wil ze altijd heel graag. Als we in de Kruidvat lopen, oh man, mag ik die? Maar ik vind hem gewoon te duur. Want de Kruidvat tandpasta kost geloof ik 89 cent. En deze was nu 1,09 euro geloof ik. Maar ja, dat ga je nu hier ergens zien wat die kostte. En voor dat geld dacht ik, nou, ik neem hem wel een keertje mee. Kind gelukkig, ik gelukkig. Dan heb ik nog een face scrub gekocht. Kiwi? Ja, geen idee. Deze. Ik heb op dit moment ook van de Action. De eigen merk, die blauwe. Ze hebben een eigen merk met in het blauw. Die heb ik nu, maar die hebben ze al zo lang niet meer. En die vind ik zo fijn, want het is een wat heftigere scrub. En daar hou ik altijd wel van. Dus ja, ik hoop dat dit een goede vervanging is. En zo niet, ja, dan niet. Dan heb ik nog een fotolijstje. Heel simpel. Die heb ik gekocht omdat ik voor de kerst mijn ouders een foto van ons als gezin cadeau wil geven. Dus die ga ik dan hierin doen. Dan heb ik ook nog, en hier ben ik echt heel blij mee, de body scrub in de geur Hamam. Ja, volgens mij is het exact dezelfde geur als de body scrub die ik nu heb. Deze is gewoon van het Action eigen merk. En ik vind degene die ik nu heb, vind ik heel fijn. Dat is dan altijd zo'n limited edition ding. En hier stond er nog eentje van. En ik ga er eigenlijk van uit dat deze precies hetzelfde is als die ik nu heb. Alleen dan met een andere verpakking. Dus daar hoop ik ook op, want ik vind hem echt heel fijn. En hij is bijna op, dus daar baal ik al een beetje van. Dus die heb ik gekocht.
En dan als laatste, want ja, het is winter en ik ben gek op kaarsjes, zoals jullie misschien wel weten. Nog een grote zak met kaarsjes. Ja, ik weet het, ik had net nieuwe, maar hey, kaarsjes kan je nooit genoeg hebben. Dat zijn kleintjes. En dan heb ik nog twee zakken met van die grotere kaarsjes. Die vind ik heel fijn voor in mijn grotere vaccinelichthoudertjes. Dit zijn er 12 stuks. En die kleine zijn er 75. Dan is die leeg. Dit was het allemaal. Nou ja, jullie begrijpen nu waarschijnlijk wel waarom ik hier één shoplog van heb gemaakt. Van Kruidvat en Action. Want bij elkaar is het een leuke shoplog, maar los van elkaar waarschijnlijk niet. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, geef even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat ook vooral even een reactie achter, dat helpt mij heel erg. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!